Op 2 maart 1945, 4 weken voor de bevrijding, werden op een akker in het Rademakersbroek, op de grens tussen Aalten en Varsseveld, 46 Nederlandse burgers door de Weermacht doodgeschoten. De oudste van deze mannen was 65, de jongste nog maar 18. Deze 46 todeskandidaten hadden gevangen gezeten in de Doetinchemse gevangenis De Kruisberg. De massa-executie was een bloedige vergelding voor de liquidatie van 4 Duitse militairen in het boerderijtje De Bark, het bolwerk van een Achterhoekse verzetsgroep. Een dramatische gebeurtenis die begon met een noodlottig toeval. Een drama dat bij mensen diepe sporen heeft nagelaten. Het bouwvallige onderkomen van een groep van 30 verzetsmensen bestaat niet meer. De herinnering nog wel. Juist. Ja, de park stond dus deze kant uit. Ja, zo. In die richting. In die richting, ja. En dan liep ook een wegje langs, ja, richting Turbulus. Ja, en als pad moest nou, precies, dan moest hij dat pad af. Dus deze kant is slepen weer. En langs die kanten? Bij de wasplaatsen, of hoe is het? De waskamer. De waskamer en de opkamer. De pleerwas aan die kant. En dan had hij hier links hij de trap, hij uit de vuurkamer kwam. En dan kwam hij de opkamer. Ja. En dat opkamertje was eigenlijk het commando. Ja, de stafruimte. Ja. Ja. En daar kwam ook de stroom in. Ja. Ik woonde in de Patrimoniestraat in Aalten, tegenover Omme Jan Wikkering. En Omme Jan Wikkering was de hoofd, de top van de LO, landelijke organisatie. En deze werd opgepakt en die werd op transport gesteld naar de Marechaussee-kazerne in Aalten. En ja, dat moest eigenlijk doorbericht worden naar een zekere Jan Ketten. Dat was de commandant van de LO-LKP. Of liever gezegd van de LKP, Landelijke Knokploeg. En nou, toen dat, ik wist wat adressen, dus ik ben gelijk naar een adres toe gegaan en gezegd, om Jan Wikkering hebben ze gepakt. Wat moet er nou gebeuren? Nou, toen was eigenlijk de zaak al meteen voor elkaar, want er werd ineens werk gemaakt van Omme Jan Wikkering werd meegenomen, maar Omme Jan Wikkering moest ook weer uit de baaiers gehaald worden. Nou, dat is ook gebeurd. Maar diezelfde dag kwam ook iemand van de KP en die zei tegen mijn moeder, moeders, luister mevrouw Wiggers, Lemmert moet met ons mee, dat is de opdracht van Omme Jan. Want die mag hier niet langer blijven, want het is beter dat hij vertrekt. En wij zullen hem een goede schuilplaats geven. Als een nieuweling binnenkwam, die werd, om het me duidelijk te maken, meteen onder de krijgstucht gebracht. Als je dat nog wat zegt. Ja, ja. Maar hoe kwamen die nieuwelingen daar? Werden die gestuurd door verzetsgroepen om getraind te worden? Die werden gestuurd door verzetsgroepen. Die werden, ik wou het woord ronselen, maar zo mag ik het niet noemen. Men wist vaak in die hele, in zo'n streek waar veel onderduikers zijn, wist men echt wel wat de jongens die echt mee zouden willen werken en die betrouwbaar waren, die waarvan op waren die kletsten. Want dat soort dingen moet je al helemaal niet hebben. En dan was het de opzet. Nou, om die jongens zo een korte, ik meen zeker, weet ik niet, van 10 tot 14 dagen een opleiding te geven in de bark, militaire instructie. En dan gewoon terug te sturen naar hun onderduikadres, als er maar enigszins kon. Om daar dan af te wachten totdat het zover was dat we opdrachten van de geallieerden kregen van je moet dit of dat bezetten, bruggen. Maar we hebben bijvoorbeeld ook, hoe heette dat toen nog, jiu-jitsu, maar nu zeg je allemaal judo of zo, regels gehad. Ook het uitschakelen van een schildwacht, stulletjes met een mes of de strot doorsnijden of van onderen, ja. Ik kan het wel letterlijk zeggen, dat moet je, want ik heb het nog veel te goed. Van onder, dan net onder die onderste rib steken dan. Nou, wat was er eigenlijk wat je niet mocht? Nou, je mocht nooit vertellen waar je was, waar je geweest was, als je buiten de deur kwam. Je moest je gedragen naar zoals een ander het ook deed. En daar waren wapens aanwezig en die zouden mij ook geleerd worden. En ik moest me houden aan de strikte voorschriften die gesteld werden door de instructeur.
Nou, toen ik ook rondkeek, toen zag ik ook allemaal mensen met, ja, met wapens lopen, want die werden daar geïnstrueerd in. Maar dat was een soort militaire orde? Dat was een militaire opleiding, ja. Ja. Nog ook een militaire orde in ja, het geheel? Ja, absoluut. Maar wel vriendelijk. Wel vriendelijk. Er was commando en de lange Henk, dat was Henk van het Lam, dat was de baas. Maar het was wel erg zo dat je op een gegeven moment zei, dat is een discipline, ontiegelijke discipline, maar heel menselijk, heel vriendelijk, heel... Maar je kon het niet anders, want iedereen deed daar aan mee, dus kon ik niet achterblijven. De strengheid van het regime was zo dat je ook heel duidelijk gemaakt werd, koppen dicht naar buiten. Er mag veel, maar je houdt alles geheim. Want mocht er hier iets uitlekken, dan wordt het, dan kun je wel rekenen op de kogel, zou ik gaan zeggen, maar inderdaad werd er mee gedreigd. De wet tegen mij gezegd denkt om die laatste kogel is altijd voor jezelf. Dat kan nergens anders naartoe. Kritiek hoorde je zelden. Dat was echt een militair gezag wat daar gold in de bark. Ja, op een prettige manier, maar toch rangen en standen. Dat was het toch wel. En Jan Kert was hons, zoals hij dan deed. Dat ik dacht, nou, je bent ook een lekkere jongen, zeg. Allemachtig, dat is wat. Jan, als hij zijn mond opentrok of wat ook bekritiseerde, nou, dan zei u tegen, hoor. Nee, die ging naar mijn smaak wel eens te ver. Maar goed, dus hij zat er al lang in en heeft natuurlijk schade opgelopen bij die ontsnapping die hij uit... Hij was gepakt met een paar mensen van de ondergrondse. En die is halverwege Doetinchem uit de auto's gesprongen. En daar was Jan bij ook en nog één. En de rest is, weet ik, verdwenen. Dus dat weet ik wel. En daar dacht ik dat Jan, ja, geen wonder. Als je zo de dood en de Duitsers ontsnapt, dan kan ik me voorstellen dat je wat feller reageert dan wij die eigenlijk nog niks hebben meegemaakt. Streng aangepakt dat je, en met streng bedoel ik echt van, jongens, je kunt een hele hoop doen en laten. Maar je hebt uit te voeren wat de leiding je beveelt. En daar heb je maar mee in te stemmen. Je mag meepraten, maar als er op een gegeven moment de leiding beslist wat er gebeurt. En daar moet je je voor de volle 100% achter zetten. Nou, dat gebeurde ook zonder meer. 'S Avonds was er een wacht buiten. En overdag was er een wacht in de nok van de boerderij. Met een soort glazen raam zat erin en daar stond iemand dan voor, een uur of twee uur, alleen maar te kijken, de omgeving af te zoeken. Vanaf de weg zat dan de bark aan de weg. En bovenin daar waren glaspannen neergelegd en dan kon je de weg afkijken. In het dak, ja. Ja, en dus dan kon je, nou, dat noemden wij de Engelenbark. Die nachtwacht, dat was natuurlijk een hele opgave. Bitter koud hebben we het gehad. Ik weet wel dat het vroeger dat kraakte, dat je toch twee uur buiten moest blijven. En als er iets was wat de commandant niet van goede afkeurde, dan kreeg je 4 uur. Kreeg je dan wachten. Dus dat was voor ons toch allemaal. Wachten 's nachts is een straf. IJzig koud in die tijd, het was griezelig koud. Sliepen daar allemaal onder 1 deken. Lekker warm bij elkaar. Allemaal, ja, als werkelijk, als ja, ik zei altijd van, ja, als bliksemflitsen in elkaar. Lepeltje. En als op een gegeven moment iemand van wacht kwam, nou, dan ging een ander er weer uit. En jij kroop weer op die plek. Ja, dus, ik bedoel maar, je zat meestal wel op een warm plaatsje, maar nooit meestal op het beste plaatsje. Nou, ik geloof niet dat ik ooit een pyjama duur heb gedragen. Dat kan gewoon niet, dus je sliep in je ondergoed. En hoe dat gewassen werd, is mijn raadsel. Zelfs het eten kregen we dan van Teubenboer, de eigenaar. Die had dat geërfd, die had boerderijtje. En die bood dat kennelijk aan dat wel door de ondergrondse gebruikt mocht worden. Nou, vaak was het zo dat 's avonds, dan kwam er eigenlijk werk aan de winkel. Want dan gingen groepen uit om het een of andere te doen, wat er gebeuren moest. We hebben 1 keer een dropping gehad en dan was het ook het moeilijke ervan dat we tijd moesten verspillen. We hadden 1 of zeker 2 containers opengeklapt in de lucht
En ik kwam de hele rotzooi naar beneden en alles en nog wat. Stens en brands en biscuits en chocola en sigaretten, van alles zat erin, van alles. En dat hebben we natuurlijk allemaal moeten opzoeken, want alweer als iemand dat wist te vinden en zei, hoe kan dat nou? Dat hebben we kennelijk goed gedaan. En toen moesten we al met licht, omdat we zo laat waren, moesten we naar achter Siewend. En dan kwamen we door het dorp, 's ochtends om 6:30, 7 uur kwamen we daar doorheen. Waar ik dus ondergedoken was geweest, dus ik wist wel hoe dat allemaal moest. En toen kwamen we de eerste al om naar de kerk te gaan. En ik zie me nog dat we naar die luid toe renden en zeiden, binnen blijven. En doe de gordijn ook maar dicht, lijkt me het beste. Want dit is niet om aan te zien. Op de buik is me een keer, denk ik dat het zo gegaan is dat we gewoon niemand hadden. En toen hebben we daar één zo'n vracht hebben we toen op de bark gelost. En we hebben het later ook zo geschikt met een lont erbij dat als we bezet waren en omsingeld waren door Duitsers, dat we dan in ieder geval dan zeiden, nou dan blazen we de hele tent op met ons erbij. Dat vond ik een rustig idee. Ik denk dat is altijd beter dan gevangen genomen te worden. Vandaar dat ook de piloten, er waren een stuk of 5, in uniform liepen. Om als krijgsgevangene door te gaan. En dat was een wonderlijke sensatie voor mij, dat je gewoon zag aan het uniform. Dat is een vlieger uit Australië of er een, 2 Amerikanen waren. Frank liep er rond met zijn Dakota. En dan was hij in Duitsland neergestort. Dat was voor mij dus, wat de bark betreft, het meest indrukwekkende, die droppings, dat wapenvervoer, dat onderhoud. En dat steeds meer van nieuwe mensen komen die neergekomen waren en die zeiden, nou dan moet je, als ze bij Aalten bestonden, zeiden ze, ja, er is ergens iets, dat wordt wel geregeld voor je. Nu er meer lijn in het verzet kwam, werd de sfeer grimmiger. De geallieerden rukten op en het zuiden van Nederland was al bevrijd. De Duitse organisatie Volk Gründlichkeit brokkelde af. In de gevangenis De Kruisberg in Doetinchem zitten eind februari groepen illegalen vast. Al in 1944 had Hitler, direct na de inval in Normandië, rechtspraak tegenover illegalen overbodig verklaard. Wie voor verzetswerk werd opgepakt, hoe onbenullig ook, was direct todeskandidaat en overgeleverd aan de willekeur van een of andere criminaalraad. De gevangenen wisten niet wat hen boven het hoofd hing. Guus van de Wetering werd eind maart 1945 met zijn broer en zusters opgepakt voor het hebben van onderduikers. Bijna 60 jaar later gaat hij terug naar zijn cel. Hij had een onbekende bestemming eigenlijk. Je zat er eerst op Julianaplein, de sigarendienst, en dan zeg je nou, wat gebeurt er nu? En dan ga je verder met de auto en waar gaan we heen? Hè? En dan blijkt dat je eigenlijk op de Kruisberg terechtkomt. Hè? En dat was met een open auto of een gesloten? Open auto, ja. Er was wel begeleiding achter voor het geval je pogingen deed om eraf te springen. Hè? Maar want we hadden inmiddels in Wiel waren er ook nog wat opgepakt. Die werden ook, er was onderhand onder andere de gemeentesecretaris daar, die kende ik, Alofs. Die werd daar ook meegenomen. En toen zijn we hier terechtgekomen. Deze trap kan ik me weinig meer van herinneren. Het zal dezelfde trap wel zijn. Nou, dit was de gang waar we gezeten hebben met de cellen. In deze cel heb ik gezeten. Hij is nog open. Kijk, de 49 raampjes. En daar moesten we de tijd mee doorbrengen. Tot hoe lang wisten we niet.
zou het niet graag overdoen. Er is inmiddels een nieuwe vloer ingekomen, want toen was het een heel stuk, was er helemaal afgebrokkeld. Het was gewoon een betonnen vloer. Betonnen vloer, er zat zo'n laag bedekking op en die was stuk, die was kapot. Hier lagen de matrassen. Nou, voor de rest was het een kale cel. Er zaten 49 ruitjes, weet ik nog. Alleen van de klep, van het klapraampje, die waren niet geblindeerd. Dan konden we op de verwarming konden we staan en dan kunnen we buiten kijken. Wat gebeurde er zo'n dag? Ik kwam daar s'avonds in die cel, ging slapen en de volgende dag, wat gebeurde er toen? Er gebeurde eigenlijk niks. Ze kwam een keer door het raampje kijken en door het luikje en voor de rest gebeurde er niks. Je kreeg s'avonds kreeg je een stukje brood en dat was dan bedoeld voor de hele dag, maar dat was in ogenblik was dan op. Had u contact met andere gevangenen? Nee, met andere gevangenen niet. We hadden wel contact, we konden wel aan die bewaking vragen, hoe is het ermee? En die zei, ja, Doetinchem is gebombardeerd. Dat hoorden we wel. Dat hoorde u wel. Ja. Daar konden we nog iets aan vragen. Ja, die mensen, die, ik denk dat ze ook zagen dat het de laatste dagen waren. Hè? Maar rustig aan doen. Maar u hoorde niet van medegevangenen wat hier... Nee, daar konden wij niks van horen. Oké, we hebben hier wel gezongen. En dat er... Van op de ruiten of door het luikje gezegd, we moesten stil zijn, want er was kantoor beneden. Daar hadden ze last van? Daar hadden ze last van, ja. Ze konden geen arrestatiebevelen meer klaarmaken. Maar toen hebt u 9 dagen hier gezeten? 9 dagen hier gezeten. De laatste dag toen moest ik uit de cel komen, moest daar gaan staan. Mijn broer die werd de volgende cel uitgehaald. Ja, zijn jullie broers? Ja. Nou, meekomen. En dan denk je, ja, wat gebeurt er? Hè? En naar beneden, en dan stonden ze bij de deur, automatisch pistool achter je. Zei, als je een poging doet om te ontvluchten, wordt er meteen geschoten. En het viel mee, we moesten naar de bos hout zagen. Voor de dames van de ziekenhuisdienstwereld die daar mooie kamertjes hadden. En die konden we de kachel aanmaken. En s'avonds was het etenstijd. Toen moesten we mee om het eten rond te brengen. Er was een stel, er zat een briefje op. Strenge eindselhaft. Dat was dokter Borg, even uit de Borg. En dan moesten we achter de deur blijven staan. Hè. Mochten we niet binnenkijken. Maar had u, toen u hier zat, wist u toen dat er een groep gevangenen die hier voor u zat, dat die hier geëxecuteerd zijn? Nee, dat hoorden we alleen de laatste dag, de dinsdag dat we de cel uit moesten. En dat hoorden we van... Het bos in. Daar gingen we het bos in. En die vertelde, opa Koeslag ook dat hij heette. En die vertelde ons dat er zoveel geëxecuteerd hebben in het Vassenveld. En dat lot had u eigenlijk ook kunnen treffen. Ja, dat had zeker kunnen. Maar ja, je denkt niet verder. Je zit er eenmaal en denkt, wat gebeurt er? Je hebt geen idee van je zit in een ruimte waar je geen ene kant uit kunt. Ja, er kwam op een goed moment alarm. Er lopen een paar Duitsers lopen hier in de buurt. En dat moet die van die uitzichtpost van overdag zijn. Want dan kon je niet beneden voor het raam gaan staan kijken en naar buiten zeggen. Nou, dat werd meteen zo gereageerd dat de deur dicht van die woonkamer, waar die vol lag met rotzooi en tabaksbeladeren en van alles. Er was een bende, daar woonde niemand dus. Ik weet nog goed dat die deur ging dicht van de deel naar die voorkamer. Want dat was ook de ingang zo'n beetje naar de boerderij. Even later werd er gemeld dus dat ze op de Bark afkwamen. En ik zie ons nog achter de deur staan van de deel. Dat het hart van Bark natuurlijk, dat we dat moesten op commando wachten tot we verdedigen moesten. Want dat was wel eens opgeoefend, weet ik wel. En
Goed, je kon aan het gescharrel horen dat ze binnengekomen waren. En je hoorde dat wat. En op een goed moment was dat over. En de deur ging voorzichtig open en we keken naar buiten. Zo langs die deur. En zagen daar twee Duitsers lopen. Met de rug naar ons toe. Met een blik, leeg blik, biscuit van de droppings. Waar dus Engelse kreten op stonden of Amerikaanse kreten, ik weet niet. Maar dat was een groot blik. En daar liep één zo zungig mee, zo van nou, dan zal ik eens vragen of dat dan wel iets is wat ergens op wijst. Dus we waren meteen zo van, dat kunnen we niet afwachten. Want het moet nou beslist worden, die lui moeten nou, dat blik moeten wij hebben. En zij hebben er weet van, dus dat moest werken alle minuut reageren en zeggen van hier moet wat gebeuren. Nou, we zijn toen met een, denk ik, drie man met onze Sten sluipend hard naar hen gelopen. En gewoon handen omhoog. En dat viel me reuze mee, dat ik niet meteen geschoten werd en gedaan werd. Ze waren in post dingen aan het uitmeten waar de kanonnen konden staan. Dat was hun werk. Dus dat waren helemaal niet vechters. Dat waren meer, ik zeg maar, wat ingenieurs die van schut af wisten. Dus die waren heel rustig hoor. Nou ja, als ze nou weer terug moesten, vooruit dan maar. En er stond nog een auto met een chauffeur te wachten. En die zou natuurlijk op een goed moment alarm slaan. Dat die zegt, die zou zo laat terug zijn, die zijn er niet. Nou, weer een nieuwe snelle toestand. We moesten dus die chauffeur ook te pakken nemen, want anders kwam daar weer het ellende van. En toen is die uniformen van die Elsassers, dat is toen gebruikt wie het paste. En er zijn toen twee, wat ik naar die auto gelopen. En ik geloof, en dat was een geluk, dat die vent zo'n beetje zat te knikkenbollen. Want ik zei, als jullie daar op afkomen, dan ziet hij meteen dat het toch niet die en die is. Al heb je een Duits uniform aan. Maar goed, dat kon niet wachten. En dat is goed afgelopen. Ik geloof dat die man ook zo suf achter het stuur zat. Of zat te slapen. Ik heb me er verbaasd dat goed afgekwam. En nou was klop, 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 Sten onder zijn neus, kom maar mee. En toen was het weer, hoe wikken we dat verder af? En ik denk dat ze zo beraden hadden. Die mensen moeten in ieder geval dood, want anders dan wordt er gepraat over wat ze meegemaakt hebben. Maar wie besliste daarover? Ja, dat was... Dat was de hele club die er zat? Of? Nee hoor. Er was bijna niemand werd erin gekend. Ik hoorde nog eens af en toe iets dat ik daar kennelijk in de buurt zat. Maar er zat zeker aan een tafel, en ik zat ook aan een tafeltje, dat het zo op die manier gegaan is. Maar hoe dat nou moest, fusilleren, dat durfden ze niet. Want dan, tenminste dat idee had ik, dan kon je veel beter zien. En ze hoopten dan met dat ophangen dat je dat niet kon zien. Nou, dat leek me ook niks. Maar goed, ik heb, daar kon ik ook niet iets van mijn mening geven. Dat is dus, werd het zo, als ze nou die vier op die manier gedood hebben, zonder dat het duidelijk is de diagnose te stellen, dan gaan ze in hun eigen auto, brengen we ze dan een end weg. En dan blazen we de auto van hun op en dan is het zo'n ontzettende klap dat je niet kan zien dat ze opgehangen zijn. Dat kun je dan niet zien, want ze zijn zo verbrand en beschadigd. En dan was het gebakje wel afgeleverd. Maar dan liep je toch in ieder geval geen kans dat ze zeiden, oh, dat hebben ze in de bark, hebben ze dat voor elkaar gekregen. Dat is, ik weet wel dat ik dat aan het tafeltje zat en dat daar alle spulletjes lagen van die heren. Agenda's en portemonnee. Nou ja, je zat daar te zitten. En onderwijl dacht ik, jongen, is er hier een foto van zijn gezin?
En kinderen en dat ook weer dingen die je onderweg wel eens een keer moet bekijken. Ik dacht, jongen, wat hebben we ze allemaal aangehaald? Daar zat ik tenminste lelijk mee in mijn maag. En die mensen waren zo in en rustig, zo rustig. Nou ja, ik zou dan met, in deze sfeer dapper, dat er ook helemaal niks tegenwerping kwam. En ze wisten donders goed dat ze er nou voor de bijl gingen. Wat ik een hele actieve vond, en die was die Pool. Die is ontvlucht uit een of ander kamp, geloof ik. En die heeft Nederland bereikt. En die is zo gemarteld, weet ik wel. En die heeft het zo ontzettend voor zijn kiezer gehad. Dat hij kon alleen nog lopen op groene laarsjes. Rubberlaarsjes. Daar had hij alleen maar aan. Ik weet niks van hoe die voeten eruit zagen. En die kreeg zo'n beetje van, ik zal het wel eens even voor jullie opknappen, want dat gedoe, dat heb ik zelf ook gezien hoe dat allemaal ging. Die vond ik de actiefste in dit hele afwijken, maar dat wij erin betrokken waren, nee. Ik dacht, tjonge, ik zag dat dan, dat je zo zei van, nou ja, het is oorlog, het zal wel moeten. Maar toen waren de vier Duitsers dood. Ja. Toen kwam natuurlijk de vraag, waar moeten we met die lichamen naartoe? Ja. Is er niet overwogen om ze buiten te begraven? Of in de bark desnoods te begraven? Ja, ik weet niet of ze zo ver mogelijk de plaats des onheils wouden weg hebben van die buurt. Het was daar nogal goed bezet met onderduikers, zo van, er moet natuurlijk één of twee instanties geweten hebben wat die lui vandaag deden. Met hun plaatsen van hun geschut. Dat moet vast, dus ze wisten ook dat ze in die buurt waren geweest met opdracht. De Duitsers hadden dat wat dat betreft natuurlijk prima georganiseerd. Daar gingen zomaar niet drie of vier mensen op pad. Om eens even geschud te zien waar dat moet staan als de Canadezen eraan kwamen. Dat hebben ze, ik geloof vast dat ze zeiden, ja, dat zijn ze zo achter bij die mensen gebleven. Ze moeten ver uit de buurt. Ver uit de buurt dus. Want we moeten die hele bark en omgeving en al die boerderijen die vol zaten met mensen en onderduikers, dat moeten we hier geen gedonder hebben. Dus zo ver mogelijk weg. En toen hebben ze dat... Ik weet wel één, hoe heette die, is toen naar Australië of Nieuw-Zeeland gegaan, ik weet niet meer. Maar was er dan één of twee die een beetje verstand hadden van trotiel, TNT. En die zouden dan die auto opblazen. En nou, dat was een opblazen van niks. Dat is hartstikke mislukt. En je kon dus wel aflezen hoe die Duitsers omgekomen waren. Want dat hoorde je toen ze terugkwamen, daar werden ze heel somber gestemd. Van, we hebben het opgeblazen, zijn gesmeerd. Maar wat we gezien hebben, dat is niet veel bijzonders geweest. De verzetsgroep besloot geen risico te nemen. Nog diezelfde nacht werd begonnen met het evacueren van de bark. Wie kon, ging terug naar zijn oude onderduikadres. De anderen namen de wijk naar een oude overslagloods in IJsselo. Daar was een schuilplaats beschikbaar. Onder de grond. Zonder een spoor na te laten werd bij een boer iets verderop wat stro geregeld om op te kunnen slapen. Nou, wij kregen al spoedig bericht van de commandant, van de barkcommandant, dat iedereen zich gereed moest maken met spullen aan wapens en dergelijke dingen. Ook privéspullen nog, die weinig waren, maar die toch sommige mensen wel wat bij zich hadden. Want dat we gingen vertrekken naar de landbouwloods hier achter ons. Nou, dat zijn behoorlijke afstanden nog vanaf de bark hier naartoe. Maar dat moest dus lopend gebeuren en iedereen was zwaar bepakt en bezakt. En we liepen als ganzen achter elkaar hier naartoe. In de nacht was dat? In de nacht. De nacht na de executie? De nacht na de executie. Oh, precies. Nou, hier moesten we door, hè. Dan kun je zien hoe smal het eruit is. Ga jij erin nog, Pieter? Ja, ik wil er wel in gaan. Ja? En hier zie je het stro nog liggen. Ja, het stro ligt erin. Ja. En maar,
Ik zal kijken hoe ver dat komt. Ja, maar. Ik krijg vanavond op die donder als je. Oh, ik krijg het zo... eruit komt. Sowieso, nou. Ik zie een heel klein lichtje achteraan. Dat is het. Dat is het roostertje. Het roostertje, ja. Ja, waar die op af. Weet ik ook nog. Ja. De liquidatie van 4 Duitsers vond plaats op 25 februari. De bezetter zette een grootscheeps buurtonderzoek op, maar vond geen aanknopingspunten. Ook het inzetten van spionnen leverde geen resultaten op. Uit Den Haag kwam tenslotte het bericht dat als de daders niet snel gepakt werden, er 50 burgers doodgeschoten moesten worden. In de Kruisberg waren 46 todeskandidaten voorhanden. Zij werden in de vroege ochtend van 2 maart in een gesloten wagen naar het Rademakersbroek in Varsseveld gereden. Mijn moeder had net het eten op tafel staan. Vader was vroeg naar het werk geweest, buiten. Dat deed hij dan weer vroeg om. Ja, er was nog iets donker of schemerig. Dat hij wel anders dan besloten hij ook vaak de trein wil. En als de mensen op het werk zagen, ja, met het vliegtuig net zo kwam, dat hij bang was. Dus het was niet zo vroeg meer en toen zouden we dan eten, met het hele gezin. Nou ja, er waren die oudsten die waren niet thuis. Mijn oudste zuster die was in het Westendorp. Maar toen zagen we daar ineens die overvalwagens aankwamen. Hier, daar in de binnenweg stonden 2 overvalwagens. Op de hoek man... van de Aaltseweg? Nee, ja, hier, deze weg. Dit weggetje? Dit Rademakersbroek. Ja, daar stonden ze. En toen kwamen ze dan weer uit met die armen op de rug gebonden. Ja, en toen kwam er een Duitse hoge officier binnen en zei, je mag niet buiten komen. Binnen blijven. Zei niet wat er gebeuren zou, maar... Had u een vermoeden toen? Nou, nee, eigenlijk niet. Maar mijn vader zei direct wel, laat hem in de kelder gaan zitten. Als er eens vliegtuigen overkomen, of hoe dan ook. Want we hadden ook een onderduiker nog. En die zegt, nou, dan gaan we in de kelder zitten. En zo is dat toen gebeurd. En toen mijn moeder, die is nog even uit geweest. En toen zag ze hier op de deur, ze zijn ermee aan het doorschieten. Toen het gebeurd was, toen kwamen die soldaten binnen. En die wilden koffie drinken. En toen heb ik mijn moeder geholpen om koffie te zetten. En ja, toen hebben ze mensen hier uit de buurt gehaald met wagens en die moesten die mensen opladen om naar vast te brengen. Dus ja, dat was verschrikkelijk. Toen ik hier aantrof, dat was apart niks. Er waren al 2 boeren waren hier met de wagen. En het vuurpeloton dat stond hier klaar met de mitrailleurs nog zo. En toen weer dan te zeggen, ja, de gemeentearbeiders die moesten helpen. En die hielpen dan ook. En daar viel me ja wel op wat die bloeden niet zo, maar wat die hadden ze, die hadden schimmer nog geleefd en die hebben ze een kopschuld gegeven. En dan bij sommigen, en dat, dan kom je er eerst een beetje van overstuur. Bij sommigen hingen nog eens de hersens eruit. Wist je iets van die mensen die hier geëxecuteerd waren? Waren het allemaal ouderen, jongeren? Nee, allemaal nog, ja nou, nee, hele olden niet. Allemaal zo in de kracht van hun leven. Want ik ben er eigenlijk wel 2 of 3 bij, weet ik eigenlijk van, we kennen. De Rietstap, den ken, of ken ik wel, maar zo in dat heb ik niks gekend. En Salomon zag ik ook wel eens 47. Nog een Ormel. Maar ja, nou, dat met opladen en welke ik op de wagen had, weet ik ook niet. Want ja, nou, we moesten maar zo allemaal 12 erop. En dan was dat. Toen ze hier kwamen, ze waren allemaal nog warm en slap. En, dat is niet zo makkelijk. En ja, dat denk ik nog wel. Ik had soms een jaar later, en dan moest ik zo doen, en dan had ik de reuk van het bloed had ik nog in de neus. Dat is raar. Nee, dat was voor mij gewoon een verrassing. Zo van, ook dat nog. Dat wel.
Maar u hoorde al vrij snel op 2 maart van die executie van die 46 mensen uit de Kruisberg. Ja, dat hebben we te snel gehoord. Want ik vond het was allemaal al heel ontzettend en nou, dit ook nog bij. Nou is hier, nee, dat is voor mij is niet om aan te denken meer, zie zo. Dat weet mijn vrouw ook wel. Als het daarover begon, zei ze, hou op, want je raakt zo geëmotioneerd. Ik zei, alleen omdat ik het er eigenlijk niet mee eens was, maar ja, achteraf. Hè, nu praten we ook nog achteraf, maar toen was het ook al, we moesten zo snel reageren met die mensen. Ja. Met de komst van de Canadezen verzamelden de leden van de verzetsgroep De Bark zich weer in Aalten. Daar werden de wapens uitgereikt en trok de groep als onderdeel van het Dutch National Battalion achter de geallieerden aan om Nederland te bevrijden. Het was zo gruwelijk dat je dat weggestopt hebt. Daar praat je ook niet over. Dat met elkaar ook niet zo van, weet jij er nog wat van en hoe zat dat in elkaar? Niemand heeft er ooit met ons onder elkaar over gepraat. Want ze vonden het allemaal afschuwelijk. Die vriendschap die kan nooit meer kapot. Dat is ongelooflijk zoals dat in elkaar zit. En dat zit nog steeds zo in elkaar? Dat zit nog zo in elkaar, ja. Verder in de loop van al die jaren was het eigenlijk nou, dat je elkaar nog eens terugzag. Dat vond ik wel doorslaggevend, dat hoorde er toch zo bij. Maar om nou met elkaar over te praten dat het een beetje verkeerd allemaal gegaan was of wel heel goed gegaan was of blij dat we dat gedaan hadden. Misschien een enkeling die zei, nou, dat zou ik van mijn leven niet hebben meegemaakt als dat niet zo geregeld was voor mij. Maar ik geloof dat ik me tamelijk neutraal daarna heb op kunnen stellen. Maar was er een soort kameraadschap tussen u? Ja. Is die blijven bestaan ook? Ja, dus in een hele simpele vorm. Mekaar even zien en zeggen, hoe gaat het met je? Oh, is dit je vrouw? Dat had je natuurlijk ook nog allemaal gemist. En dan kreeg je daar de verhaal, die vrouwen onder elkaar. En dat was een gezellig gedoetje. Maar niks. Maar niks over de buik. Nee, voor die vrouwen niet, die hadden dat niet meegemaakt. Mijn vrouw heeft ook dingen misschien niet gehoord, omdat dat ik dat gewoon niet prettig vond om erover te praten. Mijn kinderen ook, die zeggen nee, dan moet je bij vader niet aankomen, want dan wordt hij zo bibberig. Dat moet je niet doen. Kijk eerst goed om je heen, luister naar andere mensen
En probeerde vrede te bewaren door een ander inzicht naar voren te brengen. Bijvoorbeeld bij een bespreking of wat ook. Er moet geen heibel en geen oorlog worden. Jij wilt zeggen, het moet niet zo zijn. Zoals ik het zeg, is het. Ja, dat kan die niet. Die ander die kan net zo goed. Een hele goede opmerking. Hele goede gedachte hebben. En dat moet je erover. En dat zie je ook. Ik zou zeggen van dat je je nu realiseert. Daar hebben we voor gestreden. De verantwoordelijken voor de executie van de 46 burgers op het Rademakersbroek zijn daarvoor nooit berecht. Uit het gerechtelijk vooronderzoek dat alsnog in de jaren 60 is gehouden, komt zelfs niet naar voren wie destijds het vuurcommando heeft gegeven. De 46 slachtoffers worden jaarlijks op 2 maart in Varsseveld herdacht. Warm bloed doordrenkt onze velden. En rijker rijpte hier het graan. O, mocht uit het offer dierhelden zulk een oogst van vrijheid ontstaan.